Yep. Hey. Aan de ruim 3000 Gentse supporters zal het zeker niet gelegen hebben. Zij speelden in het London Stadium de match van hun leven en bezorgden de spelers op het veld bijna een thuiswedstrijd. Toch zagen zij en ook de Gentse burgemeester Matthias de Klerk de Buffalo's verliezen met 4-1. Een fout in de verdediging, een ongelukkige penalty en twee keer balverlies deden de Buffalo's de das om. Tegen een tegenstander van dat kaliber betaal je dat cash. Het is heel simpel als je in Europa speelt en je speelt tegen een ploeg die eigenlijk meer heeft dan wat je zelf hebt. Dan moet je proberen je spel op te leggen aan die ploeg om te vermijden dat zij met al hun kwaliteiten hun spel opleggen. En dat is heel goed gelukt in de heenmatch. Dat is vandaag in de eerste helft ook heel goed gelukt, moet ik zeggen, op de eerste 5 minuten na. Alleen is er nog een tweede zaak. Als je dan resultaat wil halen tegen een ploeg dat beter is, dan moet je je grote kansen afmaken. Dat hebben we in de heenmatch te weinig gedaan. Dat hebben we vandaag in de eerste helft ook niet genoeg gedaan. En mag je geen simpele goals weggeven. Ja, matchen zoals deze, dit zijn ook de play-off 1 matchen. Hè. De matchen voor de prijzen, voor de titel, voor de bekerfinale. Dat zijn allemaal vergelijkbare matchen waar er heel veel druk op ligt. En oké, als spelers daar moeite mee hebben, ja, dan komt dat ook terug later. Dus dat is super leerrijk voor iedereen. Dit is een ontgoocheling. Ik denk dat we kunnen leven met ons parcours. Ik denk dat voor sommige spelers misschien wel harder gaat aankomen, omdat ze voelden van, ja, dit was nu niet echt mijn beste match. En anderen gaan er wel wat moed uit putten, die gevoel hebben van, ja, dit kan nog altijd. Ik kan nog altijd op dit niveau iets betekenen, dus interessant naar de toekomst.